In de voorbereiding op de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen FC Groningen werd bekend dat Stef Nijland zijn contact met 2 jaar heeft verlengd bij PEC Zwolle. Een logische keuze. Als je kijkt naar mijn verleden qua clubs, dan ben ik vaak van club naar club gegaan. En hier zit ik nu 2,5 jaar en nog voor 2 jaar verlengd. Dus dat geeft wel aan hoe goed ik het hier gewoon naar mijn zin heb. Ik voel me hier heel gewaardeerd door alles en iedereen wat bij de club betrokken is. We hebben hele mooie resultaten gehad. Dus voor mij is er geen reden om de club te verlaten. Ik vind dat Stef het eerste jaar was nog heel moeizaam. Maar dat is wel mooi. Dan zie je dat je ook soms op wat oudere leeftijd, hè, achter in de 20, dat je gewoon goed kunt ontwikkelen. Wij zijn er heel blij mee dat hij nog 2 jaar bij PEC Zwolle blijft. Ik wil gewoon de lijn doorzetten die we eigenlijk met z'n allen zijn ingegaan. En we hebben natuurlijk hele goede resultaten gehad met de beker, met de kruisschaal, nog een keer de finale. Zo'n scenario kan je niet elk jaar voor elkaar krijgen. Alleen het zou wel mooi zijn als we zoals nu elke keer naar dat linker rijtje kunnen kijken. En daar zo lang mogelijk voor de playoff plekken mee kunnen doen. Ik begrijp dat het vanuit de club uit gewoon heel belangrijk is dat je ook de komende jaren gewoon elke keer nog overleeft en in de Eredivisie blijft. Dus dat is de primaire taak. Maar we willen ook wel omhoog kijken natuurlijk. Afgelopen woensdag tegen Vitesse pakte PEC Zwolle een punt in Arnhem. Een wedstrijd waar een aantal goede dingen in zaten die weer meegenomen kunnen worden naar de wedstrijd tegen FC Groningen. Ja, dat we er echt voor geknokt hebben als ploeg. En dat we, ja, vond ik minimaal gelijkwaardig waren aan Vitesse eigenlijk. In gewoon een hele lastige uitwedstrijd. Het is heel zonde dat je tegen Utrecht dat je in de slotfase nog weggeeft. Anders kan je helemaal een hele mooie week ervan maken. Maar we hebben in ieder geval woensdag laten zien wat we waard zijn. En ik verwacht wel een iets andere wedstrijd dat we meer initiatief zullen hebben. Meer balbezit dan afgelopen woensdag. Maar dat zijn wel de punten die je mee kan nemen. Ik wil eigenlijk meer meenemen wat wij hebben laten zien in de thuiswedstrijden tegen AZ. En recentelijk tegen Heerenveen. En dan speel je weer thuis. En dan wil je gewoon met heel veel druk in je positiespel naar voren toe wil je kansen creëren en winnen. En ik hoop dat we dat weer kunnen bieden. En het gevoel van de wedstrijd tegen Vitesse was ook wel positief. Hoewel dan heb je het weer over die beslissing met een rode kaart, strafschop. En als iedereen gaat 1-0 voor met een man meer met nog een uur te spelen. Ja, dan had het ook nog beter kunnen zijn. Maar het gevoel is goed. Met FC Groningen als tegenstander treft PEC Zwolle zaterdag een ploeg die de laatste tijd wisselend presteert. Volgt de club natuurlijk nog nauwlettend en ik ben er nog af en toe te vinden. Dus in dat opzicht kijk ik toch met iets andere belangstelling nog naar de wedstrijden van Groningen dan naar andere wedstrijden. En wat je zegt, ze zijn niet goed uit de winterstop gekomen. Dus ze zullen er ook heel erg op gebrand zijn om een goed resultaat te halen zaterdag. Daar moeten wij voor zorgen dat we de punten gewoon hier houden. En dan hebben we denk ik een hele goede start gehad na de winterstop. Het is een ploeg die op dit moment zoekende is en... De drie wedstrijden die ze nu hebben gespeeld in 2006 heb ik er 2 thuiswedstrijden van gezien. En het liep gewoon heel stroef. Heel veel goede wil. Maar de creativiteit mis je wat. De scherpte en door blessures missen ze voorin ook wat snelheid en diepte. En onberekenbaarheid. Want Mahi bijvoorbeeld, die is zich ontwikkeld tot een hele goede speler. Maar het is wel een ploeg die, ondanks dat ze niet altijd goed spelen, ja, ze pakken toch een puntje bij Willem II en thuis tegen NEC. Was het eigenlijk een redelijk gelijkwaardige 0-0. Dus ze zijn wel moeilijk te verslaan. Maar het is niet sprankelijk op het moment. En je weet niet wat voor invloed het heeft dat de trainer daar heeft aangegeven dat hij volgend jaar wat anders gaat doen. Wat is dan de kracht van Groningen? Waarvoor moeten jullie waken? Nou, ik denk dat ze redelijk veel fysiek in de ploeg hebben. Ze hebben natuurlijk een grote, sterke spits. En met Michael de Leeuw eromheen, dat is gewoon altijd gevaarlijk. Dan moet je eigenlijk gewoon 90 minuten lang moet je daar alert op zijn. Dus ze kunnen daarin wel uit niks een goal maken. Opkomende backs, zeker aan de rechterkant, zit daar veel beweging in. Dus daar hebben we ons vandaag op voorbereid. Naar mijn inziens zijn we daar klaar voor. De laatste fase van de wedstrijd tegen Vitesse kon je weer met een vaste samenstelling van je verdediging spelen. Bart van Hinten ontbreekt vandaag. Is hij dan niet helemaal ongezonden uit die strijd gekomen? Nou, dat is wel jammer. Want Bart heeft keihard gewerkt om van een mediale kniebandblessure die echt beschadigd was om terug te komen. Dat is wel een kleine 2 maanden heeft dat geduurd. En dan moest hij even wachten op zijn beurt. En dan valt hij in en dan was er even een bloktackle waardoor hij weer wat last heeft van die knieband. En dat is geen zware blessure. Maar doordat de wedstrijden zo kort op elkaar zitten is het... Is het te kort dag en moeten we het zonder Bart doen? Dat is wel jammer, want ik heb hem er graag bij gehad.